Het ministerie van Defensie heeft militairen ingezet om de nodige ondersteuning te bieden aan de seniorenburgers bij Huize Asiana. Het gaat om keuken, geneeskundig en wachtpersoneel dat op verzoek is ingezet. Het gaat om een kwetsbare groep die wij niet in de steek kunnen laten, zegt defensieminister Matura. De minister hoopt dat de verstoorde arbeidsverhoudingen bij Huize Asiana op korte termijn worden hersteld, waardoor de ondersteuning vanuit de defensieorganisatie kan worden teruggetrokken. Het bejaardentehuis biedt huisvesting, verpleging en zorg aan seniorenburgers vanaf 60 jaar en ouder, die vanwege sociale, medische en of verpleegkundige redenen niet meer zelfstandig kunnen functioneren en elders daartoe de mogelijkheid niet hebben.